Welkom. Welkom op deze avond over Gart Civiek. Het tijdschrift dat gemaakt werd door Armando Verhagen, vaandrager, sleutelaar. De bende van vier. En het zal jullie niet verbazen dat Hans Sleutelaar degene was die die term leende. De bende van vier. En hij is dan vanavond ook de hoofdgast op deze avond over deze literaire beweging. Het aardige is dat ik net tijdens het eten met Dirk van Wilde, en hij is een van degenen die vanavond het woord zal voeren, het had over waarom Gart Civiek misschien nog wel steeds levend is. En Dirk heeft daar een theorie over die hij straks ongetwijfeld aan jullie zal meedelen. En wat Dirk zei werd eigenlijk vlak voordat we begonnen bevestigd, want ik kreeg van Meert Haverman dit in handen, is net uit, kunstschrift. En het gaat over de nulbeweging, verwant aan Gart Civiek. Het zal allemaal ongetwijfeld ter sprake komen. Dirk van Wilde zal straks iets zeggen. Ik heb ook uitgenodigd Bertram Maurits. En met hem, hij is redacteur, gaan we bespreken hoe Sleutelaar teksten van anderen redigeerde. Want hij mag dan een zwijgende dichter zijn geweest die zeer streng met de taal omsprong. Dat bleek misschien ook wel uit zijn redactionele bezigheden. En als ik het dan over die redactionele bezigheden heb, hij was natuurlijk lange tijd adjunct hoofdredacteur van de Haagse Post. Het aardige van dat Gart Civiek is natuurlijk ook dat het invloed had op hoe de televisie in die tijd gemaakt werd. En ook hoe er journalistiek werd bedreven. Daarom ben ik ook blij dat Teun de Winter aanwezig is. Teun werkte voor die Haagse Post. Nou, er komen nog meer mensen aan het woord, maar die ga ik straks één voor één aan u voorstellen. We beginnen natuurlijk met de gast, de hoofdgast van vanavond, Hans Sleutelaar. En ik heb Hans gevraagd om te openen met een gedicht. En ik had een speciaal verzoek en daar had ik nog een verzoek bij. En ik hoop dat hij zich daaraan gehouden heeft. Maar ik denk het haast wel. Hans? Goedenavond allemaal. Ik kan niet moeilijk zien of het vol is en niet zo vol als gisteravond, maar we komen toch een heel eind. Ja, het verzoek van Wim was of ik een gedicht uit mijn hoofd kon voordragen. En dat gaat ook lukken natuurlijk, maar het behoort niet tot mijn kundigheden. Maar ik doe mijn best. Het gedicht wat hij voorstelde, dat is een gedicht over de nagedachtenis aan mijn vader. En dat heet In Memoriam Patris. Het raam zag uit op een blinde muur. Het licht was schaars in zijn stervensuur. In het midden van de kamer bleef ik staan en zag hem aan. Was dat mijn vader die daar lag? Het magere gezicht verried wanhoop, wrok, verdriet. Maar het kind wist niets van wat hier was geschied. Ik zag voor het eerst een dode en voor het laatst een vriend. Hij zou mijn vader zijn, maar werd het niet. Dank u wel. En dat was ook het openingsgedicht van de bundel Schaars Licht. Ik weet nog dat ik het voor het eerst las en dacht, dit is eigenlijk een klassiek gedicht. Hans, voordat ik de eerste twee gasten aan tafel roep, eerst even een hele simpele vraag. En ik weet dat je heel nauwgezet bent en ongetwijfeld ook een nauwgezet antwoord hebt. Wanneer schreef jij voor het eerste gedicht? Hoe oud was je toen? 16. En wat voor gedicht was dat? Dat was een liefdesgedicht. Dus een gedicht om een meisje te behagen. Om een meisje aan de haak te slaan. Is het gelukt? Ja. Dat, maar? Het is niet zo'n goed gedicht, maar het doel is wel bereikt. Dan is het misschien wel een goed gedicht ook. Ja, als je het zo bekijkt. Ja. Ja, ja. Waarom was het niet goed? Even heel kort. Ja. Beginnerswerk natuurlijk, dus niet duidelijk.
niet kort genoeg. Je moet natuurlijk weten wanneer je weg moet zijn in een gedicht. Die kunst beheerst ik nog niet. Niet goed. Ik ga je straks nog vragen wanneer je voor het eerst wist wanneer je weg moest zijn in een gedicht. Ik ga nu de eerste twee gasten hier aan tafel vragen. En ze even uitleggen waarom we ze hebben uitgenodigd. Dat zijn Erik Brus. Erik heeft een paar boeken samengesteld over Rotterdamse literatuur. Weet heel veel van Gart Siefiek. En ik heb ook uitgenodigd Marcus Muller. Bij hem begon eigenlijk voor mij het bekijken van al die nummers die ik vroeger wel eens heb bekeken, maar zelf niet heb. En Marcus heeft een behoorlijke verzameling en is ook een bewonderaar, een liefhebber zou je kunnen zeggen. En daarom zitten zij hier. Want ik zei al, wat we ook moeten proberen te doen, denk ik, is laten zien waarom dat Gart Siefiek nog steeds ertoe doet. Dat we niet verdrinken in nostalgie, bedoel ik. Want dat doen we in Rotterdam niet. Marcus Muller, Erik Brus. En dan meteen met jou beginnen, Marcus. Zou jij kunnen uitleggen wanneer je voor het eerst iets las van de nieuwe stijl? En waarom dat op een bepaalde manier indruk op je maakte? En wat voor indruk? Dus die leeftijd, dan ga je lezen. En ik ging in de boekenkast van mijn vader kijken en ik pakte iets van Luce Baer eruit. En daar begreep ik echt helemaal niks van. Ik kreeg een soort klem op mijn hoofd. Even later kwam ik die nieuwe stijlnummers tegen. En ook gedichten van Vaandrager. En toen had ik eerder het gevoel dat een soort puzzelstukje in mijn hoofd viel. En dat paste mij. En wat beviel je daaraan? Wat ik las van Vaandrager was bijvoorbeeld cyclus in de verleden tijd. En dat sloot meer aan bij wat ik voelde. En dat was een helder taalgebruik. Erik, jij? Denk ongeveer midden jaren 90, toen ik met een paar mensen rond Passionaten, inmiddels Passionaten Boekboek, een organisatie in Rotterdam oprichtte. En het eerste idee wat je denkt is, ja, Rotterdam, er is weinig literatuur, er zijn weinig uitgeverijen, er zijn weinig organisaties. Maar je komt er dan toch snel achter dat er wel degelijk een zeer inspirerende groep is geweest. We kwamen gauw bij Vaandrager en Sleutelaar en Gart Siefiek uit. En ja, dat was zo'n ontzettend aansprekende en blijvende zeggingskracht die dat bleek te hebben. Dus bleek dat er wel degelijk een literaire geschiedenis van Rotterdam is die van belang is. Hans, je hebt wel eens gezegd dat wat je maakt, dat moet van een hoekige eenvoud zijn. Hè? Ja. Wanneer heb je dat ontdekt? Ja. Dat is een goede vraag, ja. Ja, aldoende natuurlijk, aldoende. Hè. Het is niet zo dat je dat van de ene dag op de andere ingegeven krijgt. Ik denk dat het, je kan het dichter ook niet leren volgens mij. Dat is, je kan het wel oefenen, je kan het ontwikkelen, maar je kan het niet, er is geen school voor of zoiets. Hoewel er wel opleidingen zijn, maar dat heb ik niet zoveel vertrouwen in. Denk jij misschien anders over, Wim? Ja, daar kunnen we een heel lang gesprek over gaan voeren. Dat moeten we denk ik maar niet doen. Ik denk overigens ook dat je ongelijk hebt. Maar dat zullen we straks proberen duidelijk te maken als we die teksten gaan bekijken die jij geredigeerd hebt van anderen. Wie waren jouw inspiratiebronnen? In het begin natuurlijk de vijftigers of de softere vijftigers, Hans Lodijzen, Hans Andreas en wat later natuurlijk Kouwenaar en Loetje Bett is voor ons allemaal wel een belangrijk voorbeeld geweest natuurlijk. En verder, even kijken hoor. Ja, Amerikanen natuurlijk, Amerikaanse dichters. Daar kwamen we, dat was niet zo gangbaar hoor in die tijd. Dus Cummings, Ferlinghetti. Niet zozeer die beatmensen, maar wel die generatie, maar dan ja, toch wat minder wilde gasten. Aha.
Zou jij, Marcus, een gedicht willen voorlezen? Ja. Dit is een Vaandrager-gedicht. Dit is een tamelijk klassiek Vaandrager-gedicht. A Foggy Day in Rotterdam. Weet jij nog wanneer Vaandrager dat schreef, dat gedicht? Deze bundel is, het is zijn debuut, is aan jou opgedragen. Ik denk 58, dacht ik. Het heeft eerst in Gratifiek gestaan. Dus dat ja. Nou ja, doet er niet toe. Volgens mij is zijn debuut in Gratifiek. Wat zie je? Volgens mij is het eerste wat hij in Gratifiek heeft gepubliceerd. Dat zou heel goed kunnen, ja. Ja? Ja. Ja. Ja, zijn er meer mensen die het niet verstaan? Maar ik ben toch heel goed te verstaan zo? En als iedereen heel dicht... Hans, jij moet misschien ook iets dichter in die microfoon. Iets meer aanschuiven. Als u dadelijk nog niets hoort, wilt u dan gewoon roepen. Want het is niets is vervelender dan iemand die na afloop zegt... ik heb er geen woord van verstaan. Dus dat is beter als we dat nu doen. Dus dank u wel. Doe maar. Oké. Okay. A foggy day in Rotterdam. Je kent het wel. Een middag wachten tot het gaat misten. Wachten tot het donker wordt. Of avond wordt. Hij, ik heb het over hem, kijkt. Ziet lege bussen die koppig starten. De stad in. Op zoek naar meer mist. Stemmen van mensen. Oproer, bijval. Hij herkent ze, de stemmen. De mensen kent hij niet, nooit gekend. Je kent het wel. Pijnlijk nauwkeurig kan hij je zeggen, maar hij doet het niet. Nu gaat de telefoon. En dan gaat de telefoon. De angst dit aan te voelen en de angst nog groter... zich na 10, 11 juiste voorspellingen te vergissen. De mist is binnen. Reeds zijn de radiatoren verkild. Hij trekt zijn benen op, wacht, het wordt donker of avond. Hij trekt huiverend een haar uit zijn pols. En nou is het aardige dat Erik zei, dit is eigenlijk geen Gatsifiek gedicht. Het heeft er wel ingestaan. Duidelijk in die microfoon ook, hè? Ja, nou ja, het is een wat traditioneler gedicht... Ik denk dat Vaandrager, geldt ook voor Hans volgens mij, steeds meer op die weg op gingen van steeds meer verder indikken, steeds meer minimaler, steeds hoekiger, steeds eenvoudiger. Dus in die zin is het denk ik een betrekkelijk vroeg gedicht, zeker voor Vaandrager ook. Klopt dat? Ja, wat er komen gaat, wordt aangekondigd in dit gedicht, zo zou je het ook kunnen zien. Dus de eerste, ja, dan zouden we nu het gedicht door moeten, dat voert allemaal veel te ver, maar het is een soort aankondiging, in mijn beleven een soort aankondiging van de rest. En sprekend over die rest, jij hebt een paar mooie voorbeelden. Nou, laten we daar even mee dit deel mee besluiten. Van 1967, de dichtbundel Gedichten, met de bekende omslag. Ik denk dat dat heel erg duidelijk uitspreekt dat hij die weg verder is gegaan. In het voorwoord staat, de schrijver heeft scheid aan poëzie. Hij heeft in zijn cyclus uit het leven gegrepen. Eén cyclus is cyclus in de verleden tijd. Ik kwam gek uit de hoek. Ik struikelde over mijn woorden. Ik zei maar wat. Ik wist niet wat ik moest zeggen. Ik zei niks. Ik sloot me aan bij de vorige spreker. Ik had capties. Ik was onzakelijk. Ik had geen geld. Ik had klamme handen. Ik schaamde me. Ik had geen geduld. Ik was naïef met wijven. Ik kon niet dansen. Ik was stug. Ik wou opvallen. Hoeveel gedichten waren dat? 1. Nee, maar het is een cyclus. 5. Oh, 5. 5, ja. Kijk, dat bedoel ik. Dat is wat jij net zei. In dat Fokidee in Rotterdam kondigt zich dit eigenlijk ook al aan. Ja, dat lijkt me wel, ja. Ja. We gaan nog even, dank jullie wel trouwens. We gaan nog even bij Vaandrager blijven. We gaan namelijk kijken nu naar een... fragment. En dat is een film uit 1978. En dan zien we Vaandrager even kort aan het woord. Dank jullie wel. Ja. Nou, dat is dus 1, dat we een ruzie hebben gehad. Dat is natuurlijk wel een negatieve. Maar toch wel een want iedereen zat altijd in zulke groepen elkaar naar de strot te vliegen. Dat hebben we dus nooit gehad, nooit gekend. Het tweede was omdat we toch wel iets ontzettend, zeker voor Nederlandse begrippen, ontzettend revolutionairs deden. Ook al als informele groep, waar we natuurlijk ook wel veel ook tegen verschrikkelijke zere benen hebben geschopt. Wat ons ook geld heeft gekost, geloof ik. En daarna, dus toen de kunst nog revolutionairder werd, is dat toch wel iets geweest wat voor jarenlang uniek was. Dat kwam gewoon nergens voor.
Dat is geloof ik toch wel het, een van de belangrijke dingen van de groep geweest in die tijd. We verzetten ons tegen het, het clichébeeld van de kunstenaar. Van, met de geitenharen sok en de, ik spreek dus over de toenmalige tijd. Over de gebaarde romantische kunstenaars. En hoe zagen jullie er dan uit? Nou, opzettelijk in het snelle rappe pak. Waar kochten jullie? Weet ik niet. Ik liet ze maken. Ik weet niet wat de anderen kochten. Maatpakken? Allicht. Gaat er niet in... De 60 jaren zijn voor mij vooral een tijd geweest dat we de strijd om de welvaart achter de rug hadden. De 50 jaren zijn veel romantischer, maar ook harder en ik zou haar zeggen eerlijker. Want iedereen nog, of bijna iedereen was nog arm. Maar in de 60 jaren kon je makkelijk, tamelijk makkelijk geld verdienen. Als je slim was. En dat bracht een zekere het begin van die welvaart met hem mee. En daar kon je je cynisch in en geamuseerd tussendoor bewegen en je ermee amuseren. Je nam voor je lol nam je een bankrekening. Omdat het leuk was om in zo'n merkwaardig gebouw binnen te treden. En, dus de nulbeweging als een groepje... geamuseerde, verveelde welvaartskinderen? Nou, verveelde niet. Want we verveelden ons minder dan de welvaartskinderen zelf. Nee, want we hoorden er toch niet bij. Dat is het hem. Je hoorde er toch niet bij. Je keek er tegenaan, je liep er tussendoor, je keek er tegenaan. Of je keek er van boven naar beneden op neer, maar je hoorde er niet bij. Je hoort nooit ergens bij. Want je bent toch een toeschouwer. Ze roepen voor mij een tijd op die mij niet zo dierbaar is. Ik vond die 60 jaar niet zo prettig. Een beetje, het zal noodzakelijk geweest zijn voor wat ik nu maak en voor mijn verdere leven. Dus, het is nooit weggegooid natuurlijk een tijd, maar ik heb het geen prettige tijd gevonden eigenlijk. Als ik erop terugkijk. Toen wel. Maar ik kijk er nu met enige zware moed op terug. Nou, we willen laten zien wat wij zagen. Dat is namelijk de schoonheid van het... Maar ik spreek dus nu over 20 jaar terug. Wat wij zagen, dat was de schoonheid van de meest banale materialen. En ik geloof dat wij wel bewezen hebben dat dat er een zekere vreemde schoonheid aan vast zit. Schoonheid van het kwaad. Ja, jullie hoorden al dat ik een foutje maakte, want ik zat nog met mijn hoofd bij Vaandragen, maar dat waren Jan Hendriksen. En daarna Armando, de nulbeweging. Het klopt wel heel mooi met het begin van dit programma, want nogmaals, dat kunstschrift over nul, verwant aan Gart Civiek, is ook net verschenen. Wat denk je als je dit terugziet? Als je Armando hoort bijvoorbeeld, we namen voor de lol een bankrekening. Wat een gouden... Wat zei die voor... We namen voor de lol een bankrekening, zei hij. Dat ontging je. Ja, ik kon niet zo goed verstaan, maar dat zegt me ook eigenlijk niks. Dat is iets van hem. Dat kan ik niet zo goed plaatsen. Uh-huh. Ja, hij dacht... kennelijk was het voor hem niet zo'n leuke tijd. Ik denk dat hij iets te lang in de journalistiek is blijven hangen. Dat hij eerder weg had willen wezen. Zoiets, ja. Hoe kijk je zelf op die tijd terug dan? Ja, zeer amusante en levendige tijd... Alle deuren gaan voor je open als je het woord de magische woorden Haagse Post uitsprak. Dan, ja, want... dan werd je met de loper voor je uitgelegd natuurlijk. Zoals dat nu met andere media het geval is. Dus het was een tijd vol verrassingen en onvermoede ervaringen, zal ik maar zeggen. Ja, je was op een gegeven moment... Ik was ook jonger dan Armando natuurlijk, dat scheelt ook wel. Hoor. Je was adjunct hoofdredacteur van de Haagse Post. Je was hier in Rotterdam begonnen bij een reclamebureau, door hem ingehuurd om naar de Haagse Post toe te gaan.
En hoe verhield die Haagse Post zich tot Gart Civiek, tot wat jullie in de poëzie deden? Nou, het heeft elkaar wel degelijk beïnvloed. Het was een wisselwerking, kun je zeggen. De manier waarop die krant werd geschreven was bondig. Dus geen woord te veel. Een kolom, dat was al, nou, dat had je al je best gedaan, hoor. Dus dat moest bondig. Aan de andere kant waren die verhalen zeer gedetailleerd in die zin dat de merkwaardigste kleinigheden bij een bepaald persoon werden uitvergroot om natuurlijk de boel ook een beetje te ironiseren. Dus je kon, het was geen saaie krant. Dat was een van de leukste kranten die er na de oorlog gemaakt zijn in die periode dan. Hoor. Later werd het natuurlijk weer anders. Met al die vakbondsverhalen, dat was nou niet mijn, had niet zo mijn belangstelling. Maar goed, Armando was wat ik zei, die had denk ik eerder volledig aan zijn kunst willen wijden. Nou, hij heeft het later gedaan natuurlijk. Hè. Ik ga straks als Steun de Winter aanschrijven nog wel uitgebreider op die Haagse Posttijd in en over wat dat betekende. Maar schreef jij in die tijd, veel poëzie schreef je niet in die tijd. Hè? Nee. Überhaupt nooit gedaan, maar af en toe. Toen al helemaal. Als het zich aandient. Hè? Ja? Ja. Wat heeft zich bijvoorbeeld in die tijd aangediend? In die jaren, ja. Die eerste, die gedichten die in die eerste bundel. In Schaars Licht staan. Ja. Zoals dat over mijn vader en ja. Nog meer dingen, dingen die uit mijn leven toen. Zou je daar iets over kunnen zeggen trouwens, over het schrijven van die poëzie? Want je hebt mij wel eens gezegd, luister, als ik een gedicht maak, ik wacht gewoon. Ik wacht en op een gegeven moment is het er. Dus het opschrijven van het gedicht, dat is niet iets wat je in 12 uur doet en nog weer eens een keer op terugkomt. Of nee, wat dan ook. In mijn geval niet, nee. Nee. Als het moment daar is, dan is het ook zo opgeschreven. Dan ligt het al eigenlijk klaar in je hoofd. Je kunt het niet verzinnen. Dus het gedicht is iets autonooms eigenlijk. Wat zich ergens in je kop ontwikkelt, zonder dat je dat precies benul van hebt. En ben je nooit ongeduldig? Nee, dat heeft geen zin. Ja, je kan wel denken, ik heb natuurlijk ook wel eens periodes gehad, dat je denkt, nou, het zou wel lekker zijn als er weer eens wat papier kwam. Maar dat leer je ook weer af. Dat helpt toch. Het is eigenlijk alleen maar afleren ook. Ja, afleren is het, ja. Was het die bloem die zei, weglaten? Dichten is weglaten, zei hij. Ja. Maar heb je ook nooit gehad wat je toen je 16 was en toen je dat gedicht schreef, zeg maar, voor dat meisje dat je dan kreeg, maar het was wel een kutgedicht. Heb je dat nooit gehad later ook, dat je iets had geschreven dat je dacht, Jezus, wat is dit? En dat je het maar heel snel hebt weggegooid? Of schrijf je het dan niet op? Ja, wel een enkele keer wel gebeurd, ja. Ja, dat is wel eens gebeurd. Maar niet vaak? Nee. Nee. Benijdenswaardig is dat, zeg. Ik ga Dirk van Weelde naar voren roepen. Dirk heeft, hij is schrijver, jullie kennen hem ongetwijfeld, maar Dirk heeft ook samen met Martin Bril nog een mooi boek over de nieuwe stijl samengesteld. Dat herinner ik me vooral ook omdat er staan een paar prachtige interviews in die Martin Bril heeft gemaakt. Met jou ook, in een volkstuin waar je toen een huisje had. Ja, ja. En ik herinner Poor Man's Paradise. Ja. En ik herinner me iets, misschien kun je dat nog even vertellen voordat Dirk dadelijk het woord gaat voeren. Ik herinner me dat je in dat interview iets vertelt over Jan Schoonhoven ook, de beeldend kunstenaar. En over wat je van hem had opgestoken. Namelijk dat hij elke dag van Delft naar Den Haag reisde en dat het nooit hetzelfde was. Ja, deze relatie tussen het soort werk wat hij maakte en het leven wat hij leidde. En hij had die regelmaat nodig, die ijzeren herhaling van dat leven was voor hem nodig. Anders zou hij in drank ten onder zijn gegaan.
Wat was de vraag? Maar het heeft ook te maken met die reis die hij maakte. Hij woonde in Delft, hij ging naar Den Haag, waar hij bij de PTT werkte. En elke dag weer was dat toch ook weer een soort avontuur. Want die reis was nooit hetzelfde. En daar zit een soort verwantschap in met die aandacht voor dat minimale. Ja, je hebt het. Het is zoals jij het nu zegt. Dit mag je vanavond één keer doen. Afgesproken? Nee. Afgesproken? Maar het is wel waar wat je zegt in elk geval. Dirk dus. Dirk van Weelde. En we hebben hem gevraagd om een beschouwing te schrijven over Gart Civiek. En daarna schuift Dirk aan. Een schilderij is net zoveel waard als geen schilderij. Een plastiek is net zo goed als geen plastiek. Een machine is net zo mooi als geen machine. Muziek is net zo aangenaam als geen muziek. Wat zeg je? Hij is te hard. Oh. Iets is haast niets. Niet iets. Dit komt uit het Manifest tegen niets. Geschreven door Armando, Henk Peters, Piero Manzoni, Jan Schoonhoven en Jan Hendriksen in 1961. Waar wij uit kunnen afleiden, een gedicht is net zo goed als geen gedicht. Een dichter is net zo goed als geen dichter. Het nieuwe realisme omschreef zichzelf, ik citeer nu uit hun manifest, de poëtische recycling van fysieke, talige en mediale onderdelen van de moderne stedelijke werkelijkheid. Nou, dat kon uiteenlopen van collages en stapelingen, assemblages en installaties, tot aan het maken van kunst met behulp van olievaten, spijkers, vlammenwerpers, het inpakken van gebouwen of het stempelen met door verf gerolde menselijke lichamen. Het idee was niet meer afbeelden, niet meer interpreteren, niet bezingen, parodiëren of diepzinnigheden verbeelden, maar de boel intenser maken. Ofwel met zo min mogelijk middelen een zo groot mogelijk effect bereiken. Welk effect? De overrompeling door een vrije, poëtische ruimte die de werkelijkheid in zijn totaliteit onthulde als een plek die even gruwelijk als prachtig, even menselijk als onmenselijk, even begrijpelijk als ondergrondelijk was. Kunst en leven radicaal gelijkwaardig. Onderdelen van dezelfde werkelijkheid die van iedereen was. Het moment waarop ik in aanraking kom met dit soort denkbeelden en kunst, die ook dus het raamwerk vormde van de Nieuwe Stijl en Gart Civiek, was cruciaal. Mijn vrienden en ik hadden de jaren 60 namelijk doorgebracht in de zandbak. En we waren nogal druk geweest met zindelijk worden en leren lezen en schrijven. Tegen de tijd dat wij 16 waren, was de wereld razendsnel veranderd. Het leek in weinig meer op de wereld waarin wij geboren waren. Alles was politiek geworden, van vogeltjes tot koffiebonen, van seks tot schizofrenie. Er bestond wel een enorme nieuwe tegencultuur, maar die leek totaal verward, om niet te zeggen in staat van culturele burgeroorlog. Ondertussen raakte de olie op, ging in Engeland het licht uit, gingen scheepswerven, mijnen en fabrieken op de fles overal in Europa, boden de terroristen en de ongeloofwaardige politici tegen elkaar op. De interieurs waren bruin en oranje, alles was van plastic en over alles moest worden gepraat. Wij dachten, de vooruitgang is voorbij, de boel is verrot, gaat door zijn hoeven. A dark age is ahead. We schrijven 1975. En mijn vrienden en ik betrekken een ontgeestelijk voedsel op dat moment uit de ramsch- en tweedehands boekenrekken. Wat wij inspirerend vonden aan Gart Civiek en de Nieuwe Stijl was de hang naar een nieuw begin. Naar de bevrijding van het schrijven uit al de conventies, de vormen, de mythes en de instituties van de oude standenmaatschappij. Want in de nieuwe, welvarende massamaatschappij was geen plaats meer voor het kunstwerk als iets wat uniek, kostbaar en fetisch was. Waar een gedicht nog een orakel uit een parallele wereld kon zijn en waar de artiest een anti-burgerlijk genie was. Er was geen plek voor de surrealistische gedachte dat in de eruptie van individuele, onderbewuste zielenroerselen een universele kunst zou ontstaan. Wij waren het ermee eens. In 1975 ook, psychologie, sentiment en moraal, dat waren de dingen die de dichters en de kunstenaars afhielden van de werkelijkheid.
Die was veel complexer, machtiger en rijker dan wat persoontjes konden verzinnen. En waarom kon literatuur zich niet, net als de beeldende kunst, verrijken met de technieken, de sensibiliteiten die ontstonden in de industrie, in de media, de wereld van de cinema en de jazzmuziek? Er ging iets bevrijdends van uit. Poëzie vereiste alleen de juiste gevoeligheid, een oog, een oor. Het was overal, de hele wereld, alle taal kon poëzie zijn. Het was vooral een houding, een zienswijze, ten opzichte van taal, maar vooral ten opzichte van het leven. Het ideaal was helemaal deel hebben aan de moderne wereld, de energie en macht ervan door je heen laten gaan en toch oog hebben, het oog hebben van een dichter, een buitenstaander die woorden vindt voor wat vergeten, verstoten, platgetreden, maar half beseft wordt en toch iedereen meemaakt. De nieuwe stijl was aantrekkelijk om dat wonderlijke illusieloze idealisme dat vooral een uiting vond in de cultus van nauwness. Het in houding, stijl, gedrag, geluid, humor, beeld, belichamen van het heden. De originele hipster zijn, zoals Norman Mailer hem omschreef, de street intellectual, de urban adventurer. De amorele, experimentele overlevingskunstenaar. Iemand die in totale controle lijkt en cool is, maar wiens hele leven draait om te bestaan met een overgevoelig sensorium. Een zwakke plek, een wond, een hart. En wij keken om ons heen in 75 en dachten, maar waar is dan die bevrijding? Waar zijn die urban adventurers? Wij waren gevoelig voor die oproep om op te houden met de expressie van de innerlijke ikheid, met moreel en politiek gebazel en eindeloze theorievorming. Wij vonden in het nieuwe realisme een vorm van punk attitude avant la lettre. Geen formalisme, geen gelul, kaalslag, opnieuw beginnen, zelf de regels bepalen, gewoon aan de slag de straat op. Niet de betekenissen, maar de daad telt. Niet de eeuwige schoonheid, maar de mentaliteit. En wat het allemaal waard is, wat de toekomst ervan is, wat het allemaal betekent, het is van later zorg. Je kunt zeggen dat ons verlangen rijmde op dat van die zestigers, maar in een volstrekt andere context en sfeer. Wat wij oppikten was die nadruk op het nu. Het hameren op ongekunsteldheid en het gewone. De cultus van cool. We snapten dat in de jaren 60 dat allemaal een onderdeel was van die turbulente democratisering van de cultuur. De opkomst van popcultuur en filmmuziek, reclame, televisie, journalistiek. En het suggereerde een ideale context voor die toen nieuwe poëzie. Maar voor ons was het veel meer een manier om ons te bevrijden van al die onvoorziene gevolgen van de jaren 60. We wilden verder gaan waar zij gebleven waren. Waar ze waren stilgevallen in die orkaan die woedde tussen 67 en 77. Het idee was simpel. Zij hadden hun strijd gestreden. De tegenstand was op een bepaalde manier overwonnen. Wij waren al bevrijd. We konden van ze leren, net als van hun misvattingen en hun mislukkingen. We waren het niet overal mee eens. Wij geloofden niet dat woorden een transparante boodschap konden leveren. Of dat poëzie informatie moest zijn. Eerlijk gezegd dachten wij ook anders over de werkelijkheid. De wereld was voor ons een jungle aan werkelijkheden. Als we dachten aan hoe het verder moest met de waar zij gebleven waren, dan dachten we eerder aan een toekomst van de literatuur waarin de benauwende grenzen tussen wat roman, journalistiek, essay en proza en poëzie heette er niet allemaal niet meer toe deden. Wij wilden schrijven als totale activiteit zien. Of ook wel als iets integraals, zoals we het noemden. Dat het literatuur zou kunnen worden genoemd, dat het een soort beroep zou kunnen worden, dat kwam op de tweede plaats. Bovenaan stond, wij wilden schrijvend leven. Oftewel, dat schrijven, dat moest overal kunnen zijn. Alles aan de werkelijkheid deed mee. Alle beelden, alle soorten tekst, alle theorieën, alle onzin, alle kennis. En zo schreven Martin Brill en ik in 87 Arbeidsvitamine, het ABC van Brillen van Weelde. We schreven op alle denkbare manieren samen neer wat wij allebei geestig, de moeite waard, mooi en opwindend vonden. 2 jaar later schreef ik in de roman Tegenwoordigheid van Geest over ene Sonny Maaskant. Een virtuele variant op Korvaandrager. Die was ontsnapt naar Amerika in 1970 en terugkeerde naar Nederland. Ik beschrijf zijn hele oeuvre, al dat nieuwe realistische proza, al die nieuwe realistische poëzie die hij had kunnen schrijven.
als onderdeel van de zoektocht van mijn hoofdpersoon naar wat tegenwoordigheid van geest zou kunnen zijn. En dat is niets meer en niets minder dan het vinden van mijn eigen antwoord op de vraag: wilt ihr die totale poëzie? Ja, maar wat betekent dat dan voor mij? Om het vaandragen te spreken, schreef ik in dat essay, in dat boek over de nulbeweging in... Niet op de school der schone bomen kan men leren zien een bosbrand. Voor iedere lichting nieuwe schrijvers doet de literatuur zich voor als een bolwerk van gezaghebbende normen over wat interessant, clichématig, diepzinnig en gekunsteld heet. Maar je hebt schrijven en je hebt literatuur. Wie gaat schrijven zou geen literatuur moeten willen maken, maar schrijven wat er geschreven moet worden. En daar is iets voor nodig wat de dichters van Gart Civiek en de Nieuwe Stijl tot hun hoogste ideaal hadden verheven. Het is even sceptisch als mystiek, dat ideaal. Je kunt het totale poëzie noemen, tegenwoordigheid van geest, esthetisch engagement. Het zal nooit precies hetzelfde zijn, en dat is maar goed ook, want het is voor iedere dichter en schrijver het moeilijkste en het meest noodzakelijke wat er is. Ik dank jullie wel. Dank je, Dirk. Wat denk je ervan, Hans? Nou, genuine Dirk. Ja. Bevlogen. Bevlogen stem. Wolt je die totale poëzie even tussendoor? Wanneer heb je dat precies bedacht eigenlijk? Dat eenregelige gedicht. Kort voordat Nieuwe Stijl 2 moest verschijnen. En ik wou daar toch in staan. Je had nog niks. Je had nee, niks. Ik had niks. En op het laatste moment schoot dit me te binnen. En toen ik het voorlegde aan die anderen, ja, dat zagen ze meteen zitten. Dus er was geen discussie over nodig. Nog steeds voor een raadsel, hoor. Wat betreft dat die regel zo lang is blijven hangen. Dat begrijp ik nog steeds niet. Maar goed, het is zo. Jij, Dirk? Oh. Nou ja, het heeft iets van een pijnlijke grap. Dus er opent zich een soort afgrondje onder. Dus aan de ene kant is het bijna een woordspeling. Hè, je citeert iemand, maar je verandert er iets aan. Maar het citaat is uit een hele besmette, moeilijke, unheimische sfeer afkomstig. Je brengt het in een omgeving die daar niets mee te maken lijkt te hebben. En niemand zal jou vermoeden, of niemand dicht jou toe dat jij het eens bent met Goebbels of zo. Maar je geeft wel de rijkwijde aan van wat er op het spel staat. Dus het is een soort grap, zo heb ik het altijd gelezen, een provocerende grap. En tegelijkertijd is het heel ernstig. Het maakt waar je het over hebt heel groot. Het omarmt letterlijk de hele planeet. Opeens, met een geintje. Nou, dat is best wel logisch dat het blijft hangen, want het komt niet zo vaak voor. Nou, zo heb ik het nog niet bekeken. Maar ja, jij bent ook de dichter. Ja. Ja, maar je zit wel heel instemmend te knikken de hele tijd. Ja, tuurlijk heb je het wel zo bekeken. Ja, maar kom, later wel. Misschien niet van tevoren. Nee, maar later maar wel. Later besefte je dit best. Een aantal dingen natuurlijk. Dus wat jij zegt, die ruimte die het oproept, daar zit natuurlijk, klinkt ook in mee, de helse kant van dit leven is natuurlijk niet alleen maar een paradijs. Nee. Dus die hel die klinkt ook door, de tegenwereld, zeg maar. Ja. Nee, maar dat zeg ik, het roept iets onheilspellends op. Zo van, be careful what you wish for. Misschien is totale poëzie ook wel heel eng. Ja, dat zou wel eens kunnen. Ja. Nou ja, goed, al die dingen die komen allemaal door die, iets wat een soort woordspeling. Die regel trouwens even, dan wil ik jou dadelijk iets vragen wat door mijn hoofd spookt sinds ik je tijdens het eten even kort sprak. Maar die regel, dat nog even. Wolt ihr die totale poëzie is op een documenta ook ten gehoor gebracht uit een luidspreker. Ja. Kaap. Ja. Hoe was dat? Ik bedoel, dan ik wist er niks van. Ik heb later die foto. Iemand heeft die foto gemaakt. Ja. Ik wist helemaal niet dat het gebeurd was. Gerald van der Kaap, hè, is die degene dat gedaan heeft. Vind je het een goede actie of niet?
Nou ja, eervol natuurlijk. Die curator die dat bedacht heeft, die had daar zijn redenen voor. Wat het precies was, weet ik niet, maar in ieder geval, ik vond het wel chic om daar ooit geklonken te hebben, zeg maar. Uh-huh. Dirk, jij zei iets over, kijk, je zegt wat er in die tijd gebeurde van Gart Civiek, ook die combinaties die gemaakt werden met de journalistiek, met televisie. Dat is iets wat nu weer steeds meer aandacht krijgt op de een of andere manier. Je zou bijna kunnen zeggen. Want dit is ook niet voor niks, dat nulnummer. Nee, en die aandacht voor Schoonhoven en noem maar op. Het interessante is dat die kunst uit die tijd en de ideeën die dus ook zitten achter de poëzie die er toen gemaakt werd, die ontstonden ook als een reactie onder druk van een hele snelle verandering van hoe het leven gewoon van dag tot dag aanvoelde. En daar zitten we nou ook in. En het gaat om dezelfde dingen. Het gaat om hoe de bericht wordt over de wereld. Over hoe je zelf wordt aangesproken, hoe je geacht wordt te zijn. De weerzin die bij nieuwe realisten en ook bij die dichters was tegen het naïeve vertrouwen in dat als mensen zich maar persoonlijk uitdrukte dat dan een soort waarheid of wijsheid naar boven kwam borrelen. Nou, dat voel je nu ook opkomen. Dat mensen denken, ja, maar iedereen doet dat overal de hele dag. Maar wat worden we er nou wijzer van? Snap je? De manier waarop media gebruikt worden als een soort panacee, als communicatie. Alles is communicatie. Dat was in die tijd ook een modewoord, communicatie. Communicatie, weet je wel. Er werd enorm veel verwacht van die verspreiding van toegang van alle mensen tot media, tot massamedia. Nu, dat is nu in een nog verhevigde vorm ook. En je kunt denken, nou, mensen die zich daar zonder moralistisch te zijn, maar wel dwars op gaan staan en kunst en gedichten willen maken die er aan de ene kant op inspelen, gebruik maken van die dingen en tegelijkertijd iets laten gebeuren wat dat tegenin gaat. Nou, logisch dat die kunst nu vier keer zo verwaard wordt en dat er weer avonden over Gart Civiek ontstaan. Dat voelen mensen. Er is één persoon die wil applaudisseren. Dat, en die nou wordt... ja, dat denk ik dan wel eens. Oké. Okay. Ik kan het je niet verbeteren, Dirk. Ik bedoel, wat wil je dat ik zeg? Nee. Ik luister met grote belangstelling. Dat wantrouwen, hè? Dat wantrouwen tegen, zoals Dirk dan zegt, de communicatie. In die tijd natuurlijk voortkomend uit het hippiedom. Dat bevestig je? Ja. Het hippiedom heeft met dit alles niet veel te maken. Daar deden we niet aan mee. En de provo's en dergelijke, en de kabouters. Dat heb ik nooit serieus genomen, hoor. Waarom heb je ze nooit serieus genomen? Voor mij hoeft het niet, hoor. Maar waarom niet? Wat stond je erin tegen? Ja, van Amsterdamse... Zitten we toch weer in Rotterdam. Vroeg of laat gebeurt dat dan. Zeg maar, doe maar. Nee. Amsterdamse wat? Ja, een beetje aanstelleritis. Ze waren niet cool, Hans. Ze bleven niet cool. Ze lieten zich kennen. Ze gingen overal op in. Dat was het toch. Wat ik zo goed aan die kunst en aan die gedichten vind, is dat het bijna als een soort muzikanten zich tegenover de wereld opstelt en een act heeft. En gewoon weet wat wij doen past in de wereld. Niet alleen maar wat er op die bladzijde staat, maar ook in hoe we zijn, in hoe we ons laten kennen, in hoe we ons laten zien. Marcus vertelde dat ook, dat het pakken van die tijdschriften, dat was alsof je een platenhoes bestudeerde van door jou bewonderde muzikanten. En de kwaliteit van de poëzie en de kwaliteit van de vormgeving verstevigden elkaar enorm. He, zoals je ook het soort schoenen wilt hebben als je je favoriete zanger of het kapsel van je lievelingsvoetballer. Dat zijn manieren van communiceren of je kunst ondersteunen. Die waren toen nieuw, maar die werken. Dat is hoe mensen van werk ook houden.
Mm-hmm. En hoe ervaar je dat? En die hippies en die provo's, die deden hun ding, maar die hadden niet die cool. Die wilden niet deze liefde wekken. Die wilden gelijk hebben of wat anders. Maar... Uh-huh. Snap je? Ja. Die wou in de krant. Het is heel simpel. Die wilde in de krant, ja. Die wilde in de krant. Ja, jullie ook. Nou, ik niet hoor. Nee, serieus. Ik heb wel eens gezegd, als het ging over het recensentendom, dat die stukjes werden geschreven door mannen met gladde broeken van het zitten en Arizona 25 piek. Ik bedoel, dat kun je toch niet serieus nemen? Dat nam ik niet serieus. Misschien konden ze wel heel goed lezen. Nee, ze schreven nare dingen over jullie. Dat is ook logisch dat je ja. Ze wilden het niet begrijpen, ze konden het niet begrijpen. Dat was natuurlijk, ja, dat is achteraf. Had je daar last van, dat ze dat deden? Ik niet, het was lachen altijd. Hoe meer kritiek, hoe beter. Met groot plezier dat moesten we vreselijk om lachen. Heb je nooit miskend gevoeld? Ik ga je niet een trauma alsnog aanpraten hoor, maar ik ben gewoon nieuwsgierig. Heb je ooit wel eens bijvoorbeeld later dan gedichten geschreven en dat mensen zeiden, die sleutelaar, dat is echt helemaal niks, maar goed dat die altijd gezwegen heeft. Als dat gebeurt, dan moet je natuurlijk tegen kunnen, anders moet je daar niet aan beginnen natuurlijk. Maar verder heb ik me daar nooit echt druk over gemaakt, nee. Maar wat wel interessant is en wat nu door jou... geweldige voorbeeld hoe je hiermee om bent gegaan, een beetje verdonkere maand wordt, dat is dat er ook natuurlijk een tragiek zit in die beweging. Het verkruimelen van dat momentum wat er was, dat is niet alleen onder druk van de buitenwereld ontstaan, omdat allerlei andere dingen gebeurden die de aandacht voor hoe jullie dingen deden afleiden. Het was natuurlijk ook zo dat van binnenuit... De mannen die, een aantal van de mannen die de kar trokken, afhaakten, heel andere dingen gingen doen. Laten we zeggen, niet uit weelde, uit onvermogen, in de war, problemen, een heel ander soort poëzie willen maken, niet meer aan poëzie toekomen, enzovoort. Het wonderlijke is dat uitgerekend de mensen die het meeste kritiek op de romantiek hadden, zeg maar, als model voor de dichter, het meeste gedoemde dichters heeft opgeleverd die we hebben in Nederland. Ja, je hebt het want je hebt geweldige Verhagen en Vaandrager zijn allebei een soort gedoemde dichters. Ja. Maar geweldig in hun... Maar, het was niet de bedoeling. Nou ja, zo klonk het toen niet. Nee, dat is waar. Dat is een... Nee, zeer. Het is natuurlijk een tragische levensverloop, zeker voor deze jongens. Ja, ik heb ook wel eens gezegd, de vijftigers dat zijn gezonde oude mannen geworden. Ja. En dat kun je niet van... Gelukkig, met kinderen. Van de zestigers zeggen. Ja. Hoe komt dat? Ja, dat is het persoonlijke lot, denk ik, van die mensen. Als je dat wist, ik weet het niet, waarom dat zo gekomen is. Ik weet wel, dat schiet me nu te binnen, dat de dichter Eliot heeft wel eens gezegd, ja, dichters worden bewonderd, mensen genieten van prachtig geslaagde literaire werken enzovoort. Maar voor de dichter ligt het heel anders natuurlijk. De dichter zelf moet daarvoor lijden of wil die schoonheid op papier komen. En dat wordt vergeten. Die kant van de medaille is natuurlijk voor betrokkenen een ramp. Ja. Maar, ja. Ja, zeg het maar, Dirk. Nou ja, het grappige was dat een deel van de aantrekkingskracht, toen ik dus daar voor het eerst mee in aanraking kwam, was dat hele verhaal dus eventjes niet ertoe deed. Dat is natuurlijk ook de jeugdige overmoed die eruit spreekt, waar ik me door aangesproken voelde. Dat deed er niet toe. Je hoefde niet te lijden. Je moest gewoon je oren, je ogen openzetten en het allemaal tot je door laten dringen. En gewoon, laat zeggen, bondig en gevoelig en scherp en trefzeker en humor hebben. En dan kwam er geweldige poëzie. Je hoefde niet te lijden. Je hoefde geen genie te zijn.
Dat stond niet voorop, nee. Nee, maar het, ondertussen uiteindelijk was, blijkt dat anderen dus ook ja, waarden of zo. Ondertussen? Ondertussen was dat natuurlijk in die levens wel gaande. Ja. Ja. Zou bespaard gebleven? Voor een groot deel wel, ja. Niet helemaal. Dankjewel, Dirk. We gaan luisteren naar Oscar Verhaar en Andreas Suntrop. En die hebben een gedicht van Sleutelaar op muziek gezet. Dat is het gedicht Afscheid. Dank, Oscar Verhaar en Andreas Suntrop. Kijk, het mooie van zo'n avond is als je een beetje de tijd hebt dat je ook weer terug kunt komen op dingen die eerder zijn gezegd. Nog even om het in herinnering te roepen. Je vroeg aan mij op een bepaald moment van ja, jij denkt daar misschien anders over. Toen hadden we het over of je schrijven kunt leren of niet. Ja. En jij denkt van niet. Poëzie schrijven dan. Poëzie schrijven, jij denkt van niet. In wezen niet, dat in ieder geval in wezen niet. Maar wat bedoel je met in wezen niet? Nou, ja, dat wat een gedicht tot poëzie maakt, dat is een geheimzinnig aspect van de dichtkunst. Je kan wel versificatorisch misschien technisch het een en ander leren, maar wat een vers tot een gedicht, tot, hè? Ja. Dat valt niet te leren. Dat is een genade, een geschenk van de goden. Nee, serieus. Nee, maar daarom zijn er ook zo weinig echt goede gedichten. Dat, als het te leren, als het
niet zo moeilijk was, dan zouden er veel meer mooie gedichten bestaan. Maar als we nou even van poëzie iets breder trekken, want dat doen we de hele avond al. We gaan ook nog straks naar de televisie toe en nog weer even terug naar de Haagse Post, naar bijvoorbeeld proza. En je hebt heel veel geredigeerd ook. Dan valt er in elk geval heel veel af te leren. Ja, zeker. Ja. Zullen we het daar eens over gaan hebben nu? Dan ga ik namelijk Bertram Maurits vragen om aan tafel te komen. Bertram Maurits, je mag daar zitten, Bertram. Hallo. Bertram heeft 60 geschreven. Dat is een boek over de 60ers. Dat is door uitgeverij Podium ooit uitgegeven. Dat is een mooi boek. Daarnaast is hij redacteur. Hij werkt bij uitgeverij Atlas Contact. En ik heb van Bertram inmiddels al een keer of vier dezelfde tekst gekregen. Die raak ik namelijk elke keer weer kwijt. En elke keer wil ik hem weer hebben, omdat hij voor Nederlandse begrippen tamelijk uniek is. Het gaat namelijk over redigeren. Misschien kun je zelf even, voordat ik een paar stukken ga lezen en jij ook, vertellen waar ik het over heb en waar je die tekst vond. Ja. En dan gaan we het over afleren hebben. Dat is goed. Kijk, het werk van een redacteur is in principe zo onzichtbaar mogelijk. Want je probeert bij te dragen aan wat iemand kan maken. Dus wat er aan poëzie en kunst uit die periode is, kun je zien wat Hans Sleutelaar als redacteur gedaan heeft, is verstopt. En ik denk dat hij misschien wel het liefst zou hebben dat het zo gebleven was. Want ik herinner me dat het met enige aarzeling was dat u het manuscript van Johnny van Doorns verhalen aan het Letterkundig Museum heeft geschonken. En daarin is heel goed te zien wat voor redigeerwerk de redacteur Sleutelaar op die tekst heeft gepleegd. Dus mij werd gevraagd door het Letterkundig Museum om daar een stukje over te schrijven. En ik heb gefascineerd en met groot ontzag en ook met gestaag minderwaardigheidsgevoel gezien hoe uit het verhaal wat de verhalen die Johnny van Doorn opgeschreven heeft, dat uiteindelijk het boek gebeeldhouwd is. Het is een indrukwekkend document. Even, dat moet jij dan even vertellen, Hans. Want jij had Johnny van Doorn om te beginnen gevraagd om voor de Haagse Post te gaan schrijven. Daar had hij een column voor. Daarna ben jij directeur geworden van uitgeverij Boele. Hoofdredacteur. Dat is bijna hetzelfde, ja, hè? Ja, dat is een rare term, want er waren maar drie mensen, dus hoofdredacteur van uitgeverij Boele. En jij zou toen De Geest Moet Waaien van Doorn uit gaan geven. En dat is later door De Bezige Bij gebeurd trouwens. En Van Doorn en jij zagen elkaar heel vaak. Dat wil zeggen één keer per week? In die tijd dat hij van podiumdichter proza schrijver werd, zag ik hem op zijn minst één keer in de week. Als het aan hem had geleden, was het elke dag geweest. Maar goed, het was ook heel gezellig. Maar dat stond het leven niet toe. Dat moest ook gewerkt worden natuurlijk. Nou goed, in die tijd hij kwam dus bij je volgens mij. En jullie gingen dan zijn verhalen bekijken en reageren. Ja, hij bracht stukjes mee om te kijken of die in de krant konden. Hij wou graag een reputatie als columnist opbouwen. Nou, dat is hem ook gelukt, in vrij korte tijd eigenlijk. Maar dat ging wel een periode aan van discussie aan vooraf. En nu dat boek voor Boele. Want Bertram, misschien kun je het even beschrijven. Hoe zag zo'n... Want we hebben die pagina's niet gekregen. Dat is een heleboel gedoe. Maar ik heb dadelijk wel een paar fragmenten voor jullie. Dus geen nood. Maar hoe zag zo'n pagina er dan uit? Als je in doorhalingen en zo denkt. Ja, er zijn verschillende versies geweest volgens mij ook. Hij tikte in. Er werd in de kantlijn werd volgezet. Dingen werden doorgehaald. Hele passages verdwenen. Zelfs de titel is al veranderd. Als ik me goed herinner, heette het Aan de Rand van de Waanzin. En dat is dus De Geest Moet Waaien geworden. Wat voor hetzelfde natuurlijk een veel vriendelijker formulering is. En als hij van Doorn dus zich ging uitleven in spottende beschouwingen over Willem Duis. Wap, werd er helemaal uitgehaald. Wat natuurlijk voor de lezer van nu een heel goed idee is. Want wie maakt zich nog vrolijk over Willem Duis? Niet zo heel veel. En alles waar overbodige herhaling in zat,
uitleggende zinnetjes niet nodig waren. Waar iets heel raak neergezet kon worden. En dan nog twee zinnen om de vondst uit te breiden. Dat verdween allemaal gewoon. De pagina's waren helemaal rood. Echt helemaal rood? Echt, ja. Zoals ik ze eigenlijk tot mijn schande dus nooit aan een schrijver zou teruggeven. Maar dat was... Jij wel. Hoe, wat? Ja. Ja, ik vond dat. Ja, dat snap ik. Maar wat vond Van Doren daarvan? Nou, die was er niet 100% blij mee, natuurlijk. Dus dat heeft wel nodige geharren waren mee, met zich gebracht. Ja, je hebt ook heel liefdevol vastgesteld, en nu citeer ik je letterlijk, dat jullie vriendschap gestrengheid niet uitsloot. Ja, dat klopt. Nou, het heeft een maand geduurd, die operatie. En hij kwam dan bij mij, op mijn kamer. En ja, dus het was een zenuwleier natuurlijk. Dus de hele dag paffen, Caballero was zijn favoriete merk. Ja. En drinken. Bier en jenever, ja. Dus het werd een caféhol. Maar goed, het moest gebeuren. Dit bijvoorbeeld verdween. En als je je realiseert dat de huidige tv bij vlagen bol staat van het naakt... Nee, dat moet ik opnieuw lezen. En als je je realiseert dat de huidige tv bij vlagen bol staat van het naakt... kraait geen haan meer na. Behalve een groepje mismachers die het presteren een genuanceerd onderscheid te maken... in functioneel en niet-functioneel naakt. Ze kunnen er wat van in het Hollandse binnenhuisje. Waarom is dat eruit gegaan, Bertram, denk jij? Nou, ik zou even moeten zien welke zin er vlak voor staat. Ik weet niet of ik die... Nou, ik kan wel zeggen wat je hier schrijft, dat die begint te babbelen en dat het tijdgebonden is. Ja, nou, dat is natuurlijk inderdaad, als je je vrolijk maakt over wat er op tv is. Ik denk dat iedereen door had toen Phil Bloem op tv verscheen. Ja, daar staat de kranten vol van, er is veel gekrakeel over. Binnen de kortste keren is dat niet bijzonder meer. Dus wil je dat verhaal over jarenlang nog interessant maken, dan moet zoiets eruit. Zou ik me heel goed kunnen voorstellen. Ja, het ligt voor de hand. Nou, dit is dus ook al, wat hier gebeurt terwijl u vertelt, u redigeert de zin en er komt geen woord meer uit dan nodig is. Ik zeg iets wat klopt, dan is het ja. En ik maak een zin en ik komma en ik begin uit te wijden en ik herhaal mezelf nu al. Dat is het. Dit hier, is wat hier zien gebeurt. We de levende redactie ja. plaatsplegen tijdens het interview. Ja, nee, maar dat ben ik ook aan gewend inmiddels in het gesprek met je. Want je zegt dan, ja, daar kan ik niks aan toevoegen of goed gezegd of... Dit ja, een beetje frikkerig vind ik het eigenlijk. Ja, dat is het eigenlijk wel. Hè? Heb je dat altijd gehad eigenlijk? Of is dat ik geloof het wel, ja, ja. Helaas. Maar wat wel interessant is... Kijk, ik word daar helemaal niet meer... Er zullen mensen af en toe ongemakkelijk van worden. Maar waarom zou je? Wanneer heb je het als een talent ontdekt? Want het is echt... Het is waar wat Bertram zegt. Het is natuurlijk onherroepelijk een talent. In je poëzie, in je proza, in je redigeren. Ja. Ja, nou niet weer. Ja, nu moet nee, je echt nee. Nou, het overkwam me wel dat in de redactie zittend van dat blad, die jongens wel dingen aan mij voorlegden. Wat vind je ervan? Hè, dus er werd prijsgesteld op mijn oordeel. Zo, daar is het mee begonnen natuurlijk. Ja. En als, dus het werd me gevraagd. Dus het ander ontdekte je gewoon je eigen talent. Zal ik eens een stukje voorlezen, even want dat is wel interessant, dat had ik beloofd. Ik lees voor wat Van Doren schreef, dan geef ik het aan Bertram, die geeft het daarna weer naar mij terug. En die leest dan voor wat Hans ervan heeft gemaakt. Hier komt Van Doren. En de situatie is als volgt. Een voormalige bewoner van zijn huis heeft een kapotte tv laten staan. En dan zei Van Doren, mij te veel moeite... Dat ding is toch kapot, had hij gedacht. Ik me nijdig maken dat ik het ouderwetse bakbeest... de steile konkeltrap van mijn huis moest zien af te krijgen. Op een avond dacht ik, weg ermee. Ik zette me in positie. Yvonne riep, door een ingeving getroffen... Zou je het nog één keer willen proberen? Je weet nooit. Als ik haar een plezier mee deed, vooruit. Oh, maf geknetter op de buis. Het was alsof ik mijn geërgerde hoofd miljoenen televisiebezitters... alsof ik in mijn geërgerde hoofd miljoenen televisiebezitters hoorde bevelen... geef er een rotschop tegen. Ik deed het met alle kracht die in me was. Bloep, zei de tv. Het gesis en gekraak verdween. Er vormde zich een beeld. Al dus Van Doren en in het boek blijft er dit van over. Ik kwam met het probleem te zitten hoe ik het bakbeest de trap af moest krijgen. Het ging me knap vervelen. Weg ermee.
Ho, ho, probeer het nog één keer. Je weet nooit, zei Yvonne. Ik gaf er een rotschop tegen. Bloep, er vormde zich een beeld. Ja, je wordt zelf toch nog wel blij van je ingreep. Wat zeg je? Sorry. Je wordt blij van je ingreep. Ja, ik moet er wel om lachen, ja. Zie je ook weer hoe Van Doren dan reageerde? Want je confronteert iemand natuurlijk ook. Kijk, laten we nou eerlijk zijn. Het onvermogen van hem hiervoor. Hè? Ja, maar hij kreeg wel door dat hij me beter kon doen wat ik suggereerde. Anders was dat natuurlijk het boek nooit... Hey, dat is absoluut waar trouwens. Want dat is ook op basis van latere boeken, die verhalen die Van Doren geschreven. Die zijn allemaal rechtstreeks te herleiden tot wat er in de Geest moet waaien is gebeurd. Uitgebeend, kaal, observeerderig. Het gebabbel is verdwenen ook in de boeken die u niet gereageerd heeft. Ja. Weet je, laten we er nog één doen, tenslotte. Van Doren schrijft... En het ergste komt nog. Sinds ik tegen hem was uitgevallen, sprak hij me alleen nog maar met meneer Van Doren aan. Hij was erachter gekomen dat ik het verafschuwde. Nu had hij dan iets. Sinds ik tegen hem was uitgevallen, sprak hij me aan met meneer Van Doren. Maar dit, ben jij het eens, dat wil ik nog even van jou weten, Bertram, met wat Hans zei van, kijk, dat schrijven, dat was over poëzie, dat valt niet te leren, dat wezen daarvan. Maar ja... Kijk, dan zou je kunnen zeggen, proza wel. Maar dat is me iets te makkelijk. Er valt natuurlijk wel iets te leren, al is het alleen maar gewoon afleren, zoals je de hele tijd hier ziet. Wat het moeilijkste is volgens mij van goed schrijven, is jezelf leren redigeren. En daar ben ik het mee eens. Als iemand je dat kan laten zien, van waarom het verhaal er staat met 3 zinnen en die 17 zinnen daarna, zelfs al zitten er 6 leuke bij, weg moeten, dat is inderdaad iets wat je kunt leren. En je zou hetzelfde wat wij nu gedaan hebben ook kunnen doen met vroege gedichten. Ik ga nu niet als een idioot zitten bladeren, maar Cool Blues was veel en veel langer dan het in een verzamelbundel terecht is gekomen. En voor de goede orde, je hebt samen met Martin Bril Vaandrager, dat laatste metalon, geredigeerd. En dan hebben jullie een gedicht van zo'n pakweg 40 regels, of misschien nog wel meer, tot 1 regel teruggebracht, namelijk de regel... Houdt u ook zo van Armando? Namelijk, zeg maar even hard. Houdt u ook zo van Armando? En er stonden nog 40 regels voor, hè? Is dat zo? Ja. Ja. Dankjewel, Bertram Maurits. Ik zei al, we gaan... poëzie is natuurlijk niet alleen voorbehouden aan poëzie of aan een gedicht. Dat ben je toch met me eens. Toen we elkaar op televisie spraken, zei ook tegen mij... Er schuilt in ieder mens eigenlijk wel een dichter. Ja. Maar de meesten weten het niet eens. Ja, daar ben ik van overtuigd, ja. Dus je hebt ook mensen die zeg maar dichters zijn, maar die nooit in hun hele leven een gedicht zullen maken. Ja, die hebben een dichterlijke geest. Kijk, een dichter is natuurlijk iemand die op papier het blijk geeft dat die dicht. Ja. Maar er is ook een opvatting van poëzie mogelijk. Het hoeft niet per se het geschreven poëzie te zijn. Er is ook een veel ruimere kijk op de dichtkunst of op de dichten. Of dichterlijk zijn of dichterlijk leven. Je moet het ruim zien. Ja, je moet zeker een zekere grenzeloosheid wat dat betreft toestaan. Laten we daarom eens gaan kijken naar een televisiefragment. Er was een tijd op de Nederlandse televisie dat er heel veel mocht en ook heel veel dingen op een hele mooie, aangename, amateuristische manier in de goede zin des woords werden gedaan. En zo had je het programma Hoepla. We gaan niet nostalgisch worden, integendeel zelfs. Ik wil jullie iemand laten zien die misschien wel als geen ander ook in de geest van Gart Civiek opereerde. Hij was verslaggever, hij is niet oud geworden. Hij heette Trino Vlothuis. Hij is naar Amerika gereisd voor Hoepla, dat overigens werd gemaakt door Hans Verhagen. Ook Gart Civiek dus, Wim T. Schippers. En de enige van het gezelschap die echt wist hoe een camera eruit zag, dat was Giet Jaspers. En de rest deed maar wat en dat leverde prachtige dingen op. Nou goed, Trino Vlothuis naar Amerika, want daar bevindt zich Jan Kramer, wereldberoemd, ook zoals hij zelf beweert, in New York. Hier komt hij.
ken je die mensen hier? Dat is Bill. Ook Bill. Dat is Bill. Dat is William. Dat is Bill. Dat is Joe. Dat is ja, ik is allemaal niet. Do you know Jan Kramer? Not really. Sorry. Guess who he is. Got me. I haven't the slightest idea. Thank you. He's probably some Indian, right? Excuse me? Do you know Jan Kramer? Oh yeah, the cat who wrote that book. No. Not at all. Jan Kramer? No. Oh, the novelist. Jan Kramer. J-A-N, yeah. Do I know who? Jan Kramer? No. Not the slightest. No. Pardon? An English star, singer or something? He's an author. He wrote I, Jan Kramer. Thank you very much. Do you know Jan Kramer, Jan Kramer? Was he a heavyweight? Did he fight in Berlin? Has he fought in Germany? No, he's a Dutch writer. Well, he's a Dutch fighter, but I mean, has he fought in Germany? No. Never fought in Germany? No. Well, he's never fought here, because I haven't heard of him yet, unless he comes out. He's not a fighter, but a writer. Oh, a writer, I see. Well, so far I haven't heard of him, no. I've heard of quite a bit of writers, but not of him. Very photogenic. What can I say? Do you know Jan Kramer? Jan Kramer? In the fur business? No, no. But you never heard of Jan Kramer? No. Jan Kramer? No. I know a lot of Kramers that live here in the United States, or in New York. Who are they? There's a Henry Kramer. There's a Louis Kramer. A Manny Kramer. I think who else? Offhand. But no Jan Kramer. Young. Jan, Jan. Jan. G-A-N. Oh, Jan Kramer, no. Never heard of him. He is a Dutch writer. Oh, he's a Dutch writer? Well, I'm not much of a reader. Say, I watch television. Okay. Come here, Joe. They want to ask you the same question. It's very important. Do you know Mr. Kramer? Jan Kramer. What's that first name? Jan. Jan. Jan Kramer. Jan. No. The United States? He's a Dutchman. He's a Dutchman. Never heard of him. A Dutch writer. Never heard of him. No. Apparently I haven't read Dutch writers' works. Period. He hasn't read. What? Right. What does he write? Documentary? You never know where he makes novels? Here for $1.99. Very good. I'm sorry I don't. We'll put a little humor into it, eh? Go back and tell the Scandinavian people what are you posing for? We're giving away mink stoles in the United States for $1.99. These people represent the Scandinavian government on the mink that they're producing. So what are you doing all the time? Well, I'm their publicity. Ja, Trino Vlothuis, die dus aan Hoepla meewerkte en een legendarisch verslaggever bij de Haagse Post was. Hij pleegde op veel te jonge leeftijd zelfmoord. We wilden dit ook laten zien omdat nogmaals dat Gartsifiek over de grenzen heen ging. Je zag het terug in de Haagse Postjournalistiek van die tijd, op televisie zoals jullie het ook net zagen. En daarom leek het ons ook leuk om iemand uit die tijd hier aan tafel te vragen. En die is hier ook, Teun de Winter. Teun, als je... En heb je trouwens ook je gedicht bij, dat dichtbundeltje bij? Of heb je die tas? Dat moet tussen jouw stapeltje ergens liggen. Weet je het zeker? Ja, volgens mij wel. Of het is gestolen, maar goed. Nee, dat mag ik dan toch niet hopen. Nou, we kunnen intussen gaan beginnen. Nou, kijk, Trino Vlothuis, nogmaals, een legendarische Haagse Post-journalist. Hij schreef ooit een, schiet me nu te binnen, een verhaal over Art Schenk. En daar stond het regeltje, ginds op het ijs glijdt een eend uit in. Ja. En dat is toch echt gewoon, dat is... Dat was de toon van de Haagse Post en die is vooral beïnvloed, getoonzet misschien wel, juist door Trino Vlothuis. Er zat iets afstandelijks in, ook in zijn vraagstelling. Hij stelde zijn vraag ook altijd zo van, als hij iemand interviewde, dan stelde hij een rechtstreekse vraag uiteraard, maar hij schreef het op, cursieve vraag.
wat vindt hij van de huidige politieke toestand? Weet je wel? En dan volgt het antwoord van de geïnterviewde. En er stonden ook heel zuinige waarnemingen tussen, zo van een kleine beschrijving van, ik kan me herinneren, de te lange Geert Lubberhuizen bijvoorbeeld, hè, dat soort dingen. Kleine, het werd ook gezocht, die toon werd vooral ook gezocht in subtiele bijvoeglijke naamwoordjes. En toen ik daar binnentrad als zeunie, om het op zijn tessels te zeggen, ik zat in het studentenblad Propiacurus en eind 67, ik zal het nooit vergeten. Toen, ik had één stuk geschreven in, ik was aangenomen als tekenaar in Propiacurus, als cartoonist. En al ras was het geld voor de clichés op. Het was nog loodzetsel. Dus moest ik gaan schrijven. En ik had in de schoolkrant ook geschreven natuurlijk. Maar toen had ik een verslag geschreven, voor mijn doen een lang stuk, over de presentatie van de eerste Bommel, literaire reuzenpocket, op de Bezig Bij. En dan ben ik rond gaan lopen en ik keek mijn ogen uit natuurlijk als boertje van Buten, als tesselaar. En dan heb ik observaties gedaan en genoteerd wat ik zo tegenkwam. Kierkegaard, zei Harry Moelis, weet je wel, zo'n zinnetje zet ik erin. En toen, een paar dagen later, belde Armando, die was toen chef nieuwsdienst. Hij zegt tegenwoordig dat hij chef kunst was. Nee, was hij helemaal niet. Chef nieuwsdienst. Hij knipte stukjes uit en gaf opdrachten. Weet je wel, jongen, ga daar even achteraan. Dus ik kwam daar Haagse Post binnen, de redactie op de Nieuwe Zijds Voorburgerval. W.L. Brugsma was hoofdredacteur. Daar zat Hans, was adjunct. Daar zat Armando, eerder genoemde Armando. Sherry Duins, Eelke de Jong, Betty van Garrel, niet te vergeten. En natuurlijk Trino Vlothuis. En dat was toen een beetje de ster verslaggever, de ster interviewer van de Haagse Post. Ja. En er werd ook een beetje, zijn toon werd ook overgenomen, met name door Sherry Duins. En Betty ook, kon er ook wat van. Dus het werd een beetje wel de algemene toon van de Haagse Post. En maar het was wel, het was zoeken en de talentvolle die zochten, die wisten het juiste woord te vinden. Juist je juiste adjectief. Waar Hans dus een meester in is. Voor het begeleiden van deze scribenten. Maar ik weet zeker dat er nog steeds van de huidige journalistieke generaties nog steeds mensen schatplichtig zijn aan Trino Vlothuis. Uh-huh. Jij hebt trouwens, want om even het koppen maken, het journalistieke koppen maken, ook naar de poëzie te tillen, want daar hoort het ook, wat mij betreft. In die tijd was het helemaal niet zo gebruikelijk als nu, dat je iemand had die heel goed koppen kon maken. Jij had daar ook iemand voor in dienst genomen, hè? Nou, voor de leads. Voor de leads, dat is de inleiding ook, ja. Ja, wie was het? Hans Molzer. Hans Molzer, ja. Dat was een reclameschrijver, hè? Ja. Dat was een reclameschrijver die ja, ik dacht, dat moet je iemand voor nemen die compact schrijft en die wervend de lezer aan het lezen krijgt. En dat ging gedeeltelijk op. Ja. Maar ja, het was een beetje overdreven om één man voor die job te, weet je wel. Dus, ja, dat... Je werd bij de directie geroepen. Nou, niet hierom. Bij Brugsma, bij Boobie. Ja. 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 Bij B, dus. Hè? Kijk, Teun is ook te maken. En ik kan jullie adviseren om dat boek antiquarisch te bestellen. Het is niet eens zo duur van dit boek. En dat is iets, dit is in de geest van, zou je kunnen zeggen, de nieuwe stijl. Dit is human interest. Leg eens uit wat je deed. Nou, ik kan het even met jou proberen. Hoe vaak per dag was jij je haar? Elke dag. Elke dag? Ja, en vanaf mijn 14e. En wanneer was je dat haar dan? 'S ochtends? 'S ochtends, ja. Ja. Voordat ik me onder de mensen begeef. En hoe lang doe je daarover? Nee, heel snel. Dat gaat en passant. Ik bedoel, als ik onder de douche sta, dan neem ik... En dat is alleen... Maar wat voor shampoo gebruik je? André Lon. Ja, waarom? Ook al, dat is de beste. Ja? Daar word je niet kaal van. Nee, word je welke kleur? Ja, ik had vroeger Dennis shampoo, die groene. Dat is heel gemene. Maar ik nu, ik ben merkentrouw, inderdaad. Uh-huh. En hoeveel gebruik je dan eigenlijk? Klein dotje. Zo, ja, maar wat is een klein dotje? Twee knepen. Zo, van, ja. Maar het restje, ik ben een oorlogskind. Ja.
het restje dan, als er niks meer uitkomt en een fles begint te piepen. Water begint erbij. Te piepen, water erbij, goed ja. Schudden. En dan kan je zeker nog 3 keer mee wassen. Ja. Weet je wel? Maar ben je niet bang dan dat je op een gegeven moment, dat je haar toch niet goed genoeg gewassen is en dat het uit gaat vallen? Nee, het moet aanvoelen als je het uitgespoeld hebt als nat zeewier. Aha. Lekker glad. En dan, toch iets stroefs. Ja, nee, ja, maar moet glad. Goed. Want anders loop je kam vast, weet je wel. Maar waarom denk jij iets stroefs? Nou, ik heb herinneringen aan een shampoo die dat meebracht. Dan ja, maar dat bleef het stroef. Dat is geen André Lon geweest. Nee. Nee, dat is een beetje. Nee, dat is Hans, jongen, dat is. André Lon, dat is ja. Jouw werk. Maar is het nou ontstaan ook omdat je bang was dat je kaal werd? Ja. Of? Ja. Ik ben mijn haar gaan wassen uit angst om vroegtijdig kaal te worden. Mijn vader was dat. En dat wou ik. Je bent rijkelijk geslaagd. Ja, maar ja, dat, dankzij dat haar wassen. Denk je dat het echt daar, want je bent nu over de 70, dat je daarom al je haar nu nog hebt? Ja, ik ben ervan overtuigd, ja. Maar je laat het ook zien ook, hè? Ja, maar ik ben een kind van de jaren 60, hè? Ja, tuurlijk, maar elke ochtend, hè? Ook vast tijdstip. Elke ochtend. Nou, wanneer ik eruit ga. Maar als ik het oversla, ik was dit weekend een beetje doorgezakt op het eiland. En toen heb ik op de bank ergens gelegen. En toen moest ik dan naar mijn ezels toe. En ik denk, ik was mijn haar thuis wel. Nou, de ezels storen zich daar niet aan. Als ik heeft vier ezels. Als ik mijn haar niet gewassen heb, want dat doen zij zelf ook niet. Maar nee. Het eerste wat ik deed toen ik thuis kwam, was als een speer naar boven en de André Lon pakken en het haar masseren. Nou ja? Kijk, het zal jullie niet ontgaan zijn, dit is poëzie. Ja? Ga ik verder ook niet over in discussie. Dit wat ik nu ter plekke. Daar ligt hij, het bundeltje. Eronder. Ja, ik heb hem ook. Ik krijg hem zo nog. Ik heb dit wat ik nu doe, heb ik niet van tevoren met Teun doorgenomen of voorbereid. Maar het is het laatste verhaal in die bundel Human Interest. Is een interview met hemzelf. Een veel jongere Teun de Winter, met ook al zijn haar nog. En dat gaat over dat wassen. Dit zijn allemaal portretten die je gemaakt hebt van mensen aan de hand. Ja, het begon eigenlijk, of niet eigenlijk, het begon. Ik bezocht, toen Jan Wolkers op Texel kwam wonen. Toen zag ik hem regelmatig, daarvoor ook wel in Amsterdam, maar toen at ik vaak bij hem. En op mij, hij wist dat ik Haagse Bluf een tractatie vind, hè, vanuit mijn vroegste jeugd. Dus hij klopte vaak Haagse Bluf voor me. En dan zat hij er ondertussen bij te vertellen hoe hij dat allemaal deed en hoe de verhoudingen waren en hoe hij vroeg naar zijn moeder keek. En naar haar pols die soepel klopte en daar had ze altijd 2 elastiekjes om. Gewoon, dat had ze altijd. Maar hij dacht dat het ook was dat anders de pols los zou raken van het kloppen. En toen zei ik op een gegeven moment, ik had hem al vaak geïnterviewd. Ook een paar coverstories voor AP over hem geschreven. En toen zei ik, wat lijkt het me nou leuk als we nou eens een keer een interview maken alleen, uitsluitend over het kloppen van de Haagse Bluf. Ja. Nou, natuurlijk, dat doen we. En dat had ik toen gedaan. En dat werd naar mijn gevoel een heel leuk verhaal, want kijk, mijn streven daarbij is, en trouwens bij alle interviews, is zo dicht mogelijk bij de spreektaal blijven. Want in de spreektaal, Hans, daar schuilt de poëzie. Hè? De alledaagse spreektaal. Daar moet je ook in poëzie naar streven. En dat was een leuk stuk, werd het. En toen dacht ik, nou, dat kan ik met veel meer mensen gaan doen. En toen is het een serie geworden. En toen ben ik stom, is dat geweest. Ik had er toen 25. En ook dezelfde Jan Wolkers had geregeld. Die zat toen bij Elsevier, bij Angèle Manteau, Adèle zou Heresma zeggen. Dus toen zou er een boek van komen en toen ben ik gestopt. Dan had ik er 25 en ik had gewoon door moeten gaan. Je had er 100 van moeten maken. Ja, natuurlijk, nog steeds. Want op het laatst was het zo, hoe kleiner het onderwerp, hoe langer de gesprekken duurden. Ja. Ja, echt. Ja, dit is goed, hè? Waarom is dit zo goed, Hans? Ja. En ik met een oneindig plezier. Maar ik werkte de banden helemaal. Van A tot Z zat ik uren een band uit te werken. Dat ik alle tekst had. En dan ging ik daarmee puzzelen, monteren. Ja. Hè, tot het, maar zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke taal blijven natuurlijk. En dan, dat gevoel heb ik meegekregen van de Haagse Post. En met name van Hans ook het gevoel voor taal, voor het juiste woord. Vooral in de adjectiva, moeilijk woord, in de bijvoeglijke naamwoorden. Hugo Claus gebruikte ook altijd veel bijvoeglijke naamwoorden.
En dan zeiden ze wel eens tegen me van, nou ja, dan waren het een stuk of drie. Dan zei ik, ja, wat maakt het uit? Als ik er toch een paar goede bij kan verzinnen, waarom zou ik het niet doen? En zo is het. Ja? Als de woorden op zich maar goed gekozen zijn. Mm-hmm. Hans, waarom is dit poëzie? Of waarom is dit ook zo goed? Als die detailstudie, zeg maar, dat helemaal inzoomen. Nou ja, hij laat zien dat in het meest onbeduidende, ogenschijnlijk onbeduidende, ja. Veel meer zit dan je 1, 2, 3 zou aannemen. Ja. Waar, dat gaan we niet doen nu, hè? Maar ik deed het net met Teun met zijn haar. Maar waar zou ik met jou, als we jou hierin zouden moeten zetten, waar zouden we dan over moeten praten? Nou, ik zou denken over de onuitroeibare gewoonte van mij om met die woorden, zo scherp op die woorden te letten. Ja. Je zou een krantenpagina kunnen nemen om dat te illustreren, bijvoorbeeld. En dan een hele krantenpagina analyseren en dan kijken of we kunnen eindigen met één zin. Of het niet korter kan, ja. 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 Ken je dat onsterfelijke gedicht van Hendrik de Vries? Ken je dat? Doe maar. Hij riep Gorter aan met zijn mei. Gorter? 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 Korter! Korter! Kort, ken je die niet? Nu kennen we hem. Ik zou willen... Teun, ik wil dit, want ik had het boekje. Dan moet jij het weer meenemen. Ja. Dit zijn jouw de gedichten. Ja, van... dat is mijn debuut. Ja, je hebt er nog mee in Carré gestaan. Ja. Nog van poëzie. En daar zaten wij allemaal... Was het Olivier Boele en jullie hadden het georganiseerd. Nee, Boele en Boele. Simon. Ja, en Simon Vinkenoog, ja. Simon presenteerde het. Met het geld van Boele. Met Lubberhuizen, ja. Het geld van Boele, ja. Ja, die had veel geld. Dus er zaten iets van, waaronder ik had 10 gedichten, een bundeltje bij Thomas Rapp waren er verschenen. Maar ik was meteen dichter natuurlijk. En ik mocht er ook meedoen. Er zaten echt met 40 man in 2 rijen op het podium in het concertgebouw. En het was en wij zaten allemaal flessen wijn, we zaten te zuipen, het hele zootje natuurlijk. En uit de zaal, het was uitverkocht, 2000 man zat er binnen. En er was gemor al natuurlijk al snel. Mike von Bibikoff die ging tekeer. Maar dat sloeg ook over op Vaandrager, die zat een rij voor me. Johnny van Doorn, goede vriend van me. Die het dus niet, van toen ik aan de beurt was, maar goed, dat komt straks. Die werden al onrustiger. En dat sloeg over, dus C.S. Notenboom haakte al verontwaardigd af. Weet je wel, er werd niet naar hem geluisterd. En er nog, Komrij ging wel door, maar er werd ook niet naar hem geluisterd, maar hij maakte het af. Maar ik had in mijn hoofd gezet, ik wou ook als nummer 11, want mijn held Piet Keijzer van Ajax had het rugnummer 11. En ik had... Het shirtje aan. Ik had een shirt van hem geleend. Zijn finale shirt van de finale tegen Juventus, gewonnen finale. En dat had ik van hem geleend. Een smalle 11 op de smalle rode baan. Een smalle rode baan dan anders, van Le Coq Sportif. En er zat nog modder op de elleboog. En nog een beetje groen in de rode manchet. Maar dat had ik onder mijn jackie aan. En ik wou natuurlijk met alle geweld, want dan wou ik mijn jackie uittrekken naar dat laatste gedicht. En dat shirt laten zien. Dus ik moest, toen ik aan de beurt was, was het al zo'n chaos en zo'n rotherrie. En ik liep naar voren. De pauze was in aantocht. Ik keek zo eens om. Ik zeg, Johnny, laat mij even, weet je wel. Johnny, ja, goed. Geef mij een mes, dan steek ik mij overhoop. En die Vaandrager, die zat maar zo te tikken driftig met een rottingje. Maar goed, ik begon. Ik zou ze alle 10, dat neemt niet zoveel tijd in beslag, zou ik ze voorlezen. En ik keek zo eens die zaal rond. Ik had wel een pil op, hoor, moet ik zeggen. Een kalmeringspil van tevoren. En genoeg gezopen natuurlijk. En ik denk, ja, wat moet ik nu? Nu kreeg ik een prachtige ingeving. Ik begon te zingen. Ik begon te zingen, wat een geluk dat ik een stukje van de wereld ben. Dat ik de wijsjes van de stijsjes... En Rudy Karel, laatst op het Songfestival geworden. En de zaal die zong mee en dat was iedereen enthousiast. En hey, applaus en dan, noem maar op. Performance kunst. Onbedoeld. En toen kon ik ze voorlezen. Allemaal. Zonder een rustige zaal.
En toen eindigde ik met het Piet Keizer gedicht. En nu moet je als laatste dit laatste gedicht doen. Dit is Texel. En dit is ontstaan omdat je gewoon de clichés op waren. Ja. Zo vulde ik mij de witte plek in Propiacurus, ging ik gedichten schrijven. Omdat er gewoon ruimte was? Want ik kon niet meer tekenen, want het geld was op. En ik denk, nou, dat vult ook lekker. En dit is zeer beïnvloed, die eerste gedichten, door met name ook Bart Barber, door Gerard Stichter en Bernlef. En dit is, nou ja, dit is natuurlijk mijn eiland weer, hè. Grijze nevel boven het Marsdiep. De misthoorn roept en ik ben er niet. Dankjewel. Oh, dankjewel, Teun de Winter. We zijn bijna aan het einde van dit programma. En ik wil nu even het woord geven aan Suzanne Holzer van De Bezige Bij. Die dan na de katheder mag. Ik hoop dat ze er is, want ze was er. Ja, ze is gearriveerd. Ja, je mag weer vooraan gaan zitten, Teun. Dankjewel, Teun, trouwens. Suzanne. Nee, dadelijk. Nee, dadelijk. Ja, als je het daar doet en dan komt Hans daarna naar je toe en dan... Nee, ik was er al heel lang hoor, gelukkig. Want ik heb met ongelooflijk veel plezier geluisterd naar deze avond. Naar iedereen die hier aan het woord is en hoe minimaal soms ook. En zeker op het moment dat Dirk aan het woord ging en het verschil van wellicht generaties, wat hij zelf benoemde, door een andere generatie ook zichtbaar werd door jouw gestalte die daar zit, stil. Nou ja, tot tergens toe bijna geen lange volzinnen uit te trekken. Zelfs niet door Wim, wat een kunst is. Maar toch, ik zat erover na te denken, wat is dit nou? Hoe kan dat? Die woorden die maar opborrelen in die generatie die in de jaren 60 in de zandbak heeft gespeeld. Maar wat voor zandbak was dat? Dat waren de straten die gebouwd werden na de Tweede Wereldoorlog. Dat waren van mensen die... Kinderen van mensen die mochten gaan studeren, of in ieder geval de kinderen die gingen studeren. Dus dat die fleur de bouche van Dirk, van mij nu, dat is allemaal academisme, allemaal te veel gelezen, te veel gehoord. En als je nu kijkt naar jouw gedichten en het beeld, ineens kwam dat in mij op, dat verschil tussen Rotterdam 40, 45 en daarna werd er nog eens weet ik niet wat gesloopt. Je kunt dat gewoon hier lezen, die kaalheid, dat niets, dat nihilisme. Misschien zit daar wel een soort verschil in. Dat was een gedachte die door mijn hoofd ging. Een andere gedachte, en ik ga nu toch opnemen voor schrijvers die ooit van De Bezige Bij waren. Jouw goede vrienden, hoe het nu zit, misschien ingewikkelder. Maar het portret wat hier van de neergang van alle anderen, dat ga ik toch, of ze zijn er niet. Eén is er niet meer, dat is Cor Vaandrager. De enige die heb ik nooit gekend. De overlevering is bij De Bezige Bij, waar ik al heel lang redacteur ben. En dus de gangen ken zoals jij ze toch ook wel kent, zoals Dirk ze kent. Teun de Winter geweest is. Harry Mulisch heeft gezien met Kierkegaard. Zijn geest waard nog rond. Daar is Lisbeth Houtman, die jij kent, vertelde mij dat Cor daar ooit op bezoek was en onder... De tafel lag uit angst. Dat is ongeveer het beeld wat ik heb van Cor Vaandrager. En, we hebben elkaar ongeveer de laatste keer gezien op de presentatie van het boek over hem. Ik kom daar zo op terug. Maar nu de anderen. Ik denk Armando, die staat niet meer in de boksring. Maar die is nog heel erg goed bij geest. En ik denk dat die echt toch heel ernstig protest zou aantekenen tegen het dat zijn leven toch niet zo succesvol is gelopen. Dat wil ik toch graag wel herstellen. En voor Hans Verhagen, mijn achterbuurman, nu toch ook echt de PC Hoofdprijs ooit ontvangen. Echt niet de minste. Dus die is ook nog kicking and alive. Het is weliswaar een wat zwakker fysiek leven. Maar ik denk dat je mij toestaat dat ik dat hier toch nog even oproep, dit beeld. Een ander beeld is, ik dacht het is, en ik zie het Wim doen, ik zie het Dirk doen, ik zie het mezelf doen, tegen die weinig woorden om de verleiding te denken, nou laat ik ook zoeken, nee, niet te veel woorden, niet te veel poespas, maar dat kan bijna niet. En ik denk één
iemand die niet is genoemd en die ik mis, omdat ik jou echt alleen maar in haar gezelschap heb gezien, is Christine. Het is de tweede keer dat jij zonder haar bent en dat is een wat persoonlijker noot, maar ik wil haar zeker hier op deze avond aanwezig laten zijn. Dus dat is dan het contact wat wij weer hadden vorig jaar. En dan komen we toch weer in een verhaal wat over heel weinig woorden gaat. Een klein mailtje van mij naar jou, een klein mailtje terug. Ik heb gedichten. Nou, een periode van stilte geloof ik. Ongeveer zoals het gesprek, hoe jij bent als gesprekspartner. Dat ging in de mail heel elegant en mooi. En op een gegeven moment, nou, het bericht van Wim van schiet eens een beetje op met die bundel, want op 10 juni hier deze avond en weet je wel dat. Nou, toen hebben we waanzinnig versneld en Michael Snitker op jouw verzoek ook en jouw wens gevraagd om dit boek, wat er nu is, en zo waanzinnig mooi vormgegeven, dank Michael. Maar jij dank Hans, dat het er is en dat, ja, het is zo ongelooflijk fijn dat dit boek opengemaakt kan worden, dat je het kunt lezen en dat je ziet welke, ja, hoe de tand destijds dit eigenlijk alleen maar groter heeft gemaakt, die paar woorden. Het is, als je het nu leest, als je kunt erin ademhalen, je kunt erin leven, je roept iets op wat heel bijzonder is. Ik ben heel erg blij dat er is en dat jij hier bent, zo ongelooflijk sterk en mooi. En ik wil je feliciteren en je zeer danken. En nu. Dank je wel, Susanne. Hans, je mag nu daarachter het katheder gaan staan, want dat hadden we van tevoren afgesproken. Ik zei, als je nou begint met Schaars licht, en dan zou ik het wel mooi vinden als je dat gedicht uit je hoofd doet, dan heb ik een verzoek om mee te eindigen. En dat is een van de mooiste gedichten, vind ik. Er staan heel veel mooie gedichten in die bundel. Maar dit is ook een van de mooiste misschien wel. Het is een oud-Egyptisch gedicht. Ik kende het nog niet eens. En jij hebt het vertaald uit het Duits. Als je daarmee zou willen eindigen. Ja, ik heb het eigenlijk vertaald met Christine samen. Een paar jaar geleden zomaar. Ja, was een mooi gedicht. En toen konden we natuurlijk niet bevroeden dat dat veel eerder dan je kon denken, van toepassing zou worden. Maar het is geen tragisch gedicht, het is een lied op de dood, heet het. Een levensmoe mens tot zijn ziel. Die spreekt tot zijn ziel. De dood staat vandaag voor mij als balsem op een wonde. Als buitenlucht na een ziekbed. De dood staat vandaag voor mij als de reuk van mirre, als schuilen in een tent bij storm. De dood staat vandaag voor mij als de geur van lotusbloemen, als zoete bedwelming van een roes. De dood staat vandaag voor mij als een zandweg na de regen, als heelhuids terugkeren uit de strijd. De dood staat vandaag voor mij als het doorbreken van de zon, als iemand wie een licht opgaat. De dood staat vandaag voor mij als een man die hunkert naar huis, terwijl hij zucht in het gevang. Dank u wel. En ik wil u bedanken voor uw aandacht. Dank u wel.